Hallo en welkom bij Jaar van de Tuin, een wekelijks programma over de Leidse tuinen. En of u nou een mooie grote tuin heeft, of een balkonnetje, een tegeltuintje, een vensterbankbak of alleen maar een boomspiegel, alles kan een mooie tuin zijn. En in ons programma gaan wij op bezoek in de Leidse tuintjes en we geven u tuintips en we houden u op de hoogte van acties en evenementen. En deze week staat de aflevering in teken van de bij. Vorige week stond de aflevering in teken van de heggen en de schuttingen. En deze week hebben we het over allerlei spul dat daar met gemak overheen vliegt. Om mij daarin bij te staan, deze week te gast in de uitzending is Fred Weber. Fred. Ja, hallo, ik ben Fred. Ik ben bijhouder in de hortus. En ik wil u graag wel wat vertellen. Zal ik wat vertellen over wat je in de tuin kan doen voor de bijen? Heel graag. Weet je, laten we eens beginnen met, wat is een bij eigenlijk? Een bij is insect, heeft 6 pootjes, 4 vleugeltjes, 3 delen, een kop, een borst en een staartstuk. Wat heel belangrijk is van bijen is dat ze heel graag naar bloemetjes toe gaan. Vandaar ook de link naar de tuinen. Ze leven echt in en om de tuin en bezoeken daar bloemetjes waar ze nectar vandaan halen en stuifmeel. En dat is voor hun een voedsel voor zichzelf en voor de jonge bijtjes. En dan zou je zeggen van nou, dat is een soort roofbouw op de bloemetjes. Dat is het niet. Want de bijen doen ook weer hier iets heel nuttigs voor de bloemetjes. Ze brengen namelijk het stuifmeel van het ene bloemetje naar het andere bloemetje. En daarmee dragen ze bij aan de voortplanting van de planten. Hè, zonder bijen zouden we geen vruchten hebben die we lekker vinden. En in die vruchten zitten natuurlijk zaadjes en dat zijn weer de nieuwe plantjes. En wij kunnen ook nog lekker de vruchten eten. Wil je dus veel bijen in een tuin? Haal de tegels eruit, zet er planten in, liefst bloeiende planten, om de bijtjes aan te trekken. En daar kan je van alles bij voorstellen. Wat ook belangrijk is, en dat is niet zozeer voor honingbijen, maar voor wilde bijen noemen we dat, solitaire bijen, is dat je wat nestelgelegenheid maakt. Dus dat er in de buurt van de bloemetjes die je hebt ook plekjes zijn waar de bijtjes hun jongen kunnen grootbrengen. Ja, voor honingbijen is dat niet. Die kunnen 3 kilometer vliegen als er ergens iets lekker is. Dan vliegen ze daar naartoe en dan halen ze daar en dan komen ze terug naar hun nest. Dus dat is een iets ander fenomeen dan de wilde bijtjes. En met name die wilde bijtjes die staan op dit moment wat onder druk. Dus hoe meer bloemetjes je hebt met wat nestgelegenheden maak je echt een ideale bijentuin. Wil je echt honingbijen, dan moet je echt heel veel bloemetjes hebben. En dat kan je met tegen de schutting bijvoorbeeld een wilde wingerd. Die bloeit met hele kleine bloemetjes, maar die gonst echt van de bijen. En als je ruimte voor hebt, wat boompjes. Een krentenboompje, ook wel sporkenhout genoemd. Kleine bloemetjes, hele leuke vruchtjes, maar die geeft echt aardig voor bijen, echt iets heel, heel leuks. Ja, dus bijen houden niet zozeer van een paar grote bloemen, maar van heel veel kleine bloempjes. Ja, dat is heel, heel grappig. Heel veel mensen denken van bijen doe je een plezier met steeds grotere bloemen. En eigenlijk is dat niet zo, want ze moeten ook bij de nectar komen. Daar hebben ze een tongetje voor. En ja, met een hele grote bloem zit de nectar soms heel erg diep en dan kunnen ze er niet bij. Dus heel veel bloemetjes, kleine bloemetjes, vinden ze heel erg leuk. Ik heb hier ook een voorbeeld. Zal ik die pakken? Ga je gang. Dat is een bloem. Mag ik hem eruit pakken? Ja. Of zo? Ik hoop dat u hem herkent. De paardenbloem. De paardenbloem. En het grappige van de paardenbloem is dat één zo'n bloemhoofd eigenlijk een verzameling kleine bloemetjes is. Moet je maar eens opletten als er een bijtje op zit, dat die van bloemetje naar bloemetje naar bloemetje op de paardenbloem gaat. Paardenbloem is ook nog een leuk verhaal. Van paardenbloemen kan je honing maken zonder dat er bijen aan te pas komen. Is dat zo? Ja, dat kan je doen door de bloemhoofdjes te plukken en er jam van te maken. Ah, ja. En die jam die heeft
ja, de textuur en de smaak van honing. En is leuk om een keer te proberen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben bijhouder, dus ik heb zoveel honing dat ik nooit de behoefte gehad heb om dit te maken. Maar er is wel eens een keer een bezoeker in de Hortus geweest en die was zo vriendelijk om voor mij een proefpotje paardenbloemenhoning, ook wel armeluishoning genoemd, want ja, paardenbloemen zijn gratis. En honing is toch een wat prijziger product. Hè? En het is echt heel erg smakelijk, ziet er ook heel erg leuk uit. Hè? Maar ja, zelf vind ik natuurlijk, en dat is natuurlijk ja, als imker, hè, de bijen honing wat lekkerder. We hebben in de Hortus, dan wil ik even reclame maken voor een boekje, Smaken uit Hortus Botanicus. En het is een serie met recepten met planten die in de Hortus groeien. En dit deel gaat over honingrecepten. Er staan wat verhaaltjes in over bijen, honing. En het grappige, het boekje is gratis. Kunt u gratis krijgen als u een bestelling op de webshop doet. Krijgt u gewoon een boekje erbij. Als u het vraagt, kunt u zeggen van ik wil graag het honingreceptenboekje. En we hebben dus in de Hortus honing ook in de Hortuswinkel. En dat is Hortus honing, dus echt van de bijen uit de Hortus. Ja, nou dat is misschien wel leuk om... Normaal gesproken als de honing geoogst wordt, dan kunnen de mensen komen kijken. Nou ja, nu kan dat natuurlijk allemaal niet. Dus daarom hebben we een kort filmpje van hoe dat honingoogsten in zijn werk gaat. Zo, nou dat was de honingproductie in de Hortus. Heeft heel wat voet in de aarde. En u kon ook zien dat er echt een heel dorp nodig is om uiteindelijk tot een potje honing te komen vanaf zo'n honingraad. Maar het begint natuurlijk allemaal bij jou. Maar je noemde net al, we hebben honingbijen in de Hortus. En als de mensen denken aan een bij, dan denken ze natuurlijk, misschien in de eerste plaats aan zo'n honingbij. Maar er zijn andere soorten bijen. En hoeveel soorten bijen zijn er eigenlijk in Nederland? In Nederland zijn er rond de 360 soorten. 360 soorten? Ja. Ik heb hier zelfs een boek bij me. Daar staan ze allemaal in, met een beschrijving. Het grote bijenboek. Dat is het grote bijenboek, een veldgids. Dus je kan, er zitten sleutels in, noemen we dat. En dan kan je opzoeken welke bij
je gezien hebt of welke je eventueel gevangen hebt, dan kan je hem wat rustiger bekijken. Er zijn er heel veel en toch wel in onze hortus zitten ongeveer 60 soorten bijen. Dat is een beetje ook in deze streek, in de stad, zou je tot 100 komen. Maar jongen. Dus je kan gewoon 100 soorten bijen in je tuintje tegenkomen. Je kan er echt heel veel tegenkomen. Ook volgend weekend, als je het heel leuk vindt, kan je ze ook gaan tellen. Daar komen we later nog op terug. En het is gewoon heel erg leuk om naar je bloemetjes te kijken, daarvan te genieten en te kijken wat er allemaal op gebeurt. Nou, het is leuk dat je het zegt, want wij hebben een filmpje van een bij in een achtertuintje. En dan ben ik heel benieuwd of je mij kunt vertellen wat voor bij dat is. Met een beetje moeite. De bij gaan we al zien. Moet ik heel goed kijken altijd. Daar is een bijtje. Komt zo nog een close-up. Lijkt een beetje op een zweefvlieg. Ja, hij vliegt wat onrustig, maar het is ook best wel lastig. Heel vlot. Achterpootjes, ja, die verraden me een beetje. Dan zie je op de achterpootjes zie je een geel vlak. Dit is een vrouwtje van de soort. En het is een saggenbij. En het grappige, een honingbij die haalt ook stuifmeel op, maar die heeft een soort zakje in haar achterpoot. En dan maakt ze echt een bolletje. En je zag hier echt zo'n streep aan stuifmeel zitten. En stuifmeel die zit in hele lange haren die ze op de achterpoot heeft. Daar blijft het aan vastplakken. En het grappige is, hij heet de saggenbij. En de naam is gekozen omdat die achterpoten met die hele lange haren, die lijken een beetje op de benen van een indianenopperhoofd. Want een opperhoofd, een echt machtige opperhoofd, die had wolvenstaarten aan zijn benen gehangen. En dat ziet er een beetje uit als die lange haren bij de saggenbees. Daar is die dan ook naar vernoemd. Nou, je moet het er maar in zien, hè? Ja, er is een bioloog die dat bedacht heeft. Iemand die te veel westerns kijkt misschien. Ja, waarschijnlijk wel. Zo, en zo'n saggenbijtje. Hoe trek je die aan naar je tuin? Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Met een aantal soorten bloemen. Ik heb hier ook een voorbeeldje van. Dat is de hondsdraf. Dat zijn lipbloemige bloemen. Die vinden ze echt heel erg lekker. Ook een hele grote familie natuurlijk. Het is een grote familie, er zit heel veel in. De tijm en noem maar zo. Lavendel heb je en al dat soort. Dus heel veel tuinplanten zijn ook lipbloemig. Zoek het een keer op. Ze komen ook wel op andere bloemetjes, maar als je ze echt een plezier wil doen. Dit is hondsdraf. Heel makkelijk plantje. Wordt wel eens als onkruid weggehaald zonder. Hondsdraf. Nou, dat is leuk dat je het zegt, Fred. Want, dat is hondsdraf. Dat is de makkelijke plant van deze week. En wat is hij toch ontzettend makkelijk. Hij is zelfs zo makkelijk dat u hem misschien in uw tuin heeft staan zonder dat u daar ooit wat voor heeft gedaan. En ik ken niemand die ons beter kan vertellen over die hondsdraf dan onze oud-hortulana bij de hortus, Carla Teunen. Dit is hondsdraf. Dat is een van de allervroegst bloeiende onkruidjes. In het Latijn heet het Glegoma hederatia. En je ziet wel, het is een heel laag klein plantje. Het is een bodembedekkertje, is een kruipertje. En het heet Glegoma hederatia. Hederatia, het blad lijkt op klimop. En het is een heel belangrijk plantje voor bijen. Soms vliegen de bijen best al vroeg en dan is dit al in bloei. Dan kunnen ze er een beetje nectar uithalen. Maar in het voorjaar is voor de bijen stuifmeel heel belangrijk. De jonge uitgelopen eitjes, de jonge maden, de larven worden ermee gevoerd. Maar het wordt ook gekauwd tot honingraten. Of tot raten. En die raten zijn belangrijk om honing in te doen in de zomer. Maar ook om het nest uit te bouwen in je bijenkorf of je bijenkast. Zodat er weer door de koningin
meer eitjes gelegd kunnen worden. Meer jongen komen die dan weer gevoerd moeten worden met allerlei stuifmeel. Nou is dit een van de hele vroege, vaak al in januari in bloei. En eigenlijk wordt wel eens gezegd dat steden en stadstuintjes voor bijen heel belangrijk zijn. Omdat er zo verschrikkelijk veel bloeit en al zo vroeg. Dus eigenlijk moeten we zeggen, haal die rottige stenen uit die tuintjes en doe er allerlei plantjes in. En eventueel ook onkruidjes zoals dit. Nou is dit niet alleen voor bijen een goede plant, maar ook voor mensen. Want het werd al vroeg gebruikt, onder andere in de middeleeuwen. Het werd in bier gebruikt. De blaadjes werden aan gistenbier toegevoegd. En dan wordt het mooi helder, voordat we hop gebruikten. En toen werd in die tijd ook gagel, een struikje, gebruikt. Maar het werd ook aan bier toegevoegd dat op schepen meeging. Want dan bleef het bier bitter en langer goed in de vaten van de mensen. Het is ook een geneesmiddel tegen jicht. Ook een beetje tegen reuma. Tegen verschillende klachten van nieren. En het kan gegeten worden, maar niet te veel. Niet meer per maaltijd dan 50 gram, want anders word je er toch niet helemaal lekker van. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je kunt het in je tuin hebben. Vaak is het spontaan in tuinen. Het houdt van een beetje vochtige, niet al te hete, droge, zonnige standplaats. Dus in de halfschaduw doet het het fantastisch. Het klimt dan zelfs een klein beetje in je struiken, maar vaak niet meer dan 30 tot 50 centimeter. En het is echt heel leuk, want je kunt het ook hier zien. Dit stukje hier zo. Het is een heel blauw waas in je tuintje. En dan zult u wel denken, oh, die malloot die propageert onkruid. Waarom eigenlijk niet? Onkruid is leuk. Je kunt het als hangplantje uit bloempotten laten hangen. Het ziet er gewoon heel leuk uit. Of als hangplantje uit een bloempot met daartussendoor blauwe druifjes of narcisjes of tulpjes. Het combineert door die blauwe kleur heel erg makkelijk met allerlei andere plantjes. Zo, nou, hoe volg je dat op? Die hondstraf. Dat is dus een heel erg leuk plantje voor in de tuin. En bij ons ligt hij natuurlijk in onze mooie enorme hortus, maar eigenlijk lag hij daar veel te droog. Dus in uw tuin doet hij het waarschijnlijk nog veel beter dan bij ons. Hoge watertafel in Leiden, nou dat is precies goed voor zo'n hondstraf. Lekker zonnetje, lekker veel water. En nadat we dit filmpje hebben opgenomen, heb ik een kluitje hondstraf uit de grond getrokken en dat heb ik meegenomen naar de tuin van Nuala. Nuala die heeft achter haar huis een klein tegeltuintje vol met stoepplantjes. Maar niet zoveel bijtjes. Dus daar hebben wij wat aan gedaan. Wat leuk dat we hier zijn. Ja, welkom. Kun je jezelf even voorstellen? Ik ben Nuala en ik woon hier nog maar 2 maandjes en ben bezig met mijn tuin op aan het leuken. Vandaar dat ik naar dit programma had geschreven en graag nog een extra bijdrage zou willen leveren. En nou is het extra bijdrage als je zegt, als je denkt, god, wat moet ik nou in zo'n korte tijd nou doen? Wat kun je nou? Nou, je hebt hier een hoop bloemetjes, je vertelde net. Heel veel stoepplantjes. Ja, precies. Heb ik nog lekker laten zitten. Ik zie een hele hoop vrolijke paardenbloemen. En deze 2 die stonden er nog helemaal niet. Dus die heb ik al in die 2 maanden weten te bemachtigen via iemand die ze wegdeed. En die mocht ik gratis overnemen en heb ik hier al ingezet. Want dit was het enige strookje aarde wat er nog was. Maar het is nog steeds heel kaal. Dus het mag nog veel meer. Dus ik heb nog wel wat extra plantjes al aangeschaft. Maar alsnog, het is nog niet zo groen als ik zou willen. Het is ook nog best wel wat werk, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Anders. Ik dacht van, het is misschien leuk om een wat makkelijker of een wat kleiner ding mee te nemen voor je. Dus we hebben voor jou een heel makkelijk klein ding om de insecten te helpen. Namelijk een bijenhotel. Heel leuk. Dan moeten we die er even bij pakken, denk ik. Ik heb hem er even bij gepakt. Dit is een heel klein bijenhotelletje. Een bijenpensionnetje zou ik bijna zeggen. Met allemaal buisjes waarin de bijen zitten. Ze kunnen daar, ik dacht eerst een hotelletje, dan blijf je er misschien een nachtje of 2. Maar in dit bijenhotel kunnen bijen wel een seizoen leven. Het gaat dan om de solitaire bijen. Dus de metselbijtjes die kunnen hier eitjes in leggen. Ik zag een bij, die kan er ook vertoeven. Dus dit is heeft een mooie honingraatvorm. Dus die wil ik graag aan jou geven. En dan kunnen we hem straks ophangen zodat de bijen en de planten in jouw tuin
bloeiend leven tegemoet kunnen gaan. Superleuk, ja. Waar kunnen ze het beste opgehangen worden? Ja, ze kunnen het beste naar het westen toe, zeg maar, gericht zijn. Dus we gaan zo even kijken in jouw tuin wat een goed plekje dan is. Ja. Dan kun je hem zelf opvangen. Oké, okay, hartstikke leuk. Wat zou een goede hoogte zijn? Meer voor de bijtjes misschien dan voor jou. Speciaal voor de zaggenbij. Het is de hondstraf in een doosje. Hij komt van de Singel vandaan. En we hebben nu een speciaal klein plantje. Zodat we behalve in het hotel de bijen hier ook wat te eten hebben. Dus dat lijkt me leuk als jij het goed vindt om die ook in jouw plant te stoppen. Tuurlijk. In de tuin. Zoek maar een plekje uit. Zoek maar een plekje uit. Nou ja, dan, goed, dan gaat hij er gewoon zo in. Aan de slag mochten. Ja, dank je. Wat vond je er zelf van? Ja, hartstikke leuk. Kunnen er weer wat leuke diertjes bij mij in de tuin komen. Lijkt me heel gezellig. Ze hebben nu zowel wat te eten met de hond eraf als ergens te slapen. Als een slaapplekje. Ik vond het heel erg leuk dat we er waren. En dank je wel voor de tijd. En hopelijk tot ziens. Ja, en jullie heel erg bedankt voor het bezoek. Zo, lieve kijkers, onze speciekuip, nou die ligt hier nog steeds en u kunt hem nog steeds winnen. Als u een mailtje stuurt naar jaarvandetuin@leiden.nl, dan bent u misschien wel de gelukkige winnaar van die speciekuip die wij bij u komen ingraven in de tuin of neerzetten als we hem niet kunnen ingraven om daar een prachtig mini vijvertje van te maken. Daar bent u natuurlijk dan heel erg blij mee, maar weet u wie er ook blij mee zijn? De bijen zijn daar erg blij mee. Als je een stukje turf in het vijvertje doet, kunnen de bijen dat als landingsplaats gebruiken en de turf heeft water aangezogen. En dat kunnen de bijen dan lekker drinken en ze hebben af en toe, zeker bij hele hete dagen, wat water nodig. Een soort bijenkroeg. Een bijenkroeg, inderdaad, dat is de exacte imkerterm voor dat soort plekken. Fantastisch. Nou, lieve kijkers, dat turfblokje, dat krijgt u er dan ook van ons kosteloos bij. Dat zetten we erbij en dan heeft u uw eigen bijenkroeg in de tuin. Ondertussen, het NK tegelwippen, dat is hard aan de gang en hier is de tussenstand. Daar staan we op nummer 5, boven Maasdriel, Groningen en Veenendaal. Maar nog onder Heerenveen, die is als volgende aan de beurt om het onderspit te delven. En daarboven nog Apeldoorn, Diemen en Lochem. Die komen nog wel, lieve kijkers. Dus blijf die tegeltjes wippen. Lieve kijkers, de nationale bijentelling komt eraan. U staat natuurlijk al in de startblokken. En ik ken niemand die ons beter kan vertellen over de nationale bijentelling dan insectenexpert bij het IJskenniscentrum, Johan van het Bos. En hij is hier via de videolink bij ons aanwezig. Johan, welkom. Dankjewel, goedemorgen. Zo, de nationale bijentelling, wat is dat precies? Yes. Het is een telling die we elk jaar organiseren, waarbij iedereen zijn tuin bijen kan gaan tellen. Iedereen heeft natuurlijk wel gehoord over dat het niet zo goed gaat met insecten. En we willen eigenlijk goed volgen hoe het met de insecten gaat. En daar kan iedereen bij helpen, ook door elk jaar in zijn eigen tuin te gaan tellen. En juist door dat elk jaar te doen en zo over meerdere jaren te zien hoe de ontwikkelingen zijn, krijgen we een beter beeld of het aantal bijen in de omgeving eigenlijk voor of achteruit gaat. En dit jaar is de bijentelling op 17 en 18 april, dus dat is komend weekend. Dan kan je allemaal een half uur in je eigen tuin een rondje lopen. En als je tuin iets kleiner is, kan het natuurlijk ook iets korter. En daar gewoon rustig kijken welke bijen je allemaal tegenkomt.
En wat je al geteld hebt, kun je vervolgens invoeren op nationalebijentelling.nl. Daar verschijnt vanaf zaterdag 17 april een optie om je telling in te voeren. En even kijken, ja, dan vragen mensen zich natuurlijk af van, kan iedereen hier aan meedoen? Want niet alle bijen zijn even makkelijk te erkennen. Ja. Maar goed, bij deze bijentelling focussen we eigenlijk op de meest gemakkelijk te herkennen bijen die in bijna elke tuin wel voorkomen. En als je op de website kijkt van nationalebijentelling.nl, dan kun je daar ook een lijstje vinden met plaatjes en beschrijvingen van waar welke bijen het gaat. En dan kun je ook van tevoren even oefenen. Gewoon vast even kijken, hoe kan ik ze herkennen? Het gaat om een aantal hommels en vooral om een aantal zandbijen. Ja, de hommels doen ook mee. Hommels doen ook mee. Hommels zijn ook bijen. Zijn net als honingbijen sociale bijen. Terwijl de meeste andere bijen in een eentje nest maken hommels net als honingbijen. Met een koningin en werksters een nest dat ze samen verzorgen, gaan we deze samen het nageslacht grootbrengen. Maar zijn wel degelijk bijen. En eigenlijk alle bijen waar het om gaat zijn redelijk harige, pluizige en daardoor ook best wel aaibare beesten. En leuk om te zien. Als je ze wat beter kunt bekijken, dan kan je vaak zien dat ze heel vaak mooi roodbruin of geelbruin met zwart gekleurd zijn. Vaak met een mooi vachtje. Sommige mensen hebben bijna de neiging om ze te gaan, aaien. Zo pluizig zien ze eruit. Maar in dit geval is het vooral de bedoeling om ze gewoon rustig te gaan tellen. Fantastisch. Ik hoop dan ook dat de mensen hun tuintjes ingaan. Het was nationalebijentelling.nl? Klopt, nationalebijentelling.nl. Daar kun je ook een klein gidsje vinden waar je vindt hoe je ze kunt herkennen. En daar vind je ook tips en vragen. En je kan je nu alvast inschrijven. Dan krijg je ook komende week alvast tips die je kunnen helpen bij het tellen. En dan kan je ook vast een beetje opwarmen. Je kan natuurlijk ook van de week alvast je tuin ingaan. Alvast een beetje oefenen. Fantastisch. Dan kun je eigenlijk gewoon... Ja. Nou, ik ga me in ieder geval gelijk inschrijven. Dat weet ik al. Johan, heel erg bedankt voor deze informatie. Ja, we gaan komend weekend aan het tellen. Jij ongetwijfeld ook. En de kijkers hopelijk ook. Yes, ik ook zeker. Ik heb zelf geen tuin, maar ik kan ook gewoon hier in de buurt ergens tellen. Dat kan ook. Dat kan ook gewoon voor iedereen die geen tuin of balkon heeft. En ik zou zeggen, veel plezier en geniet ervan. Fantastisch. Heel erg bedankt, Johan. En tot volgende keer bij Jaar van de Tuin. Oké, graag gedaan. Bedankt. Bye. Fantastisch. En, lieve kijkers, de bollenactie die loopt nog steeds. Dus gaat u alsjeblieft naar hortusathome.nl, de website van de winkel van de Hortus. En bestelt u die biologische bollen en dan planten we samen de hele stad vol. Dan was het dit alweer voor deze week. Fred, wat leuk dat je er was deze week. Ja, het was erg leuk. Erg leuk om mee te doen. En erg interessant. En bedankt voor de informatie. En... jij gaat ook meedoen met de bijentelling? Ik ga zeker meedoen met de bijentelling. Ja, dat is erg leuk om elk jaar weer te doen. Nou, ik ook en de kijkers natuurlijk ook. En dan rest het mij alleen nog maar om te zeggen... Lieve kijkers, wat leuk dat u erbij was deze week. En ik hoop ook... het is bijzonder graag zien wij u volgende week weer. Tot volgende week bij Jaar van de Tuin.